Ongeveer een jaar geleden is mij voor het eerst de vraag gesteld van, zou je voorzitter willen worden? Daar moet je echt wel goed over nadenken, want het is een grote club, 420 leden. En ja, wil je voorzitter worden van zo'n club? Ja, we hebben ook anderhalf week geleden hebben we een gesprek met Arjan Maathuis gehad. Met twee oud-voorzitters, met Patrick Vollebroek samen en ook Gerard Hondenbrink erbij. En daar hebben we onder andere de vraag gesteld wanneer we met een derde veld bezig kunnen. We hebben volgens de KNVB-richtlijnen recht op een derde veld. En er hebben meerdere verenigingen schijnbaar binnen Almelo. Dus Almelo moet daar een keuze in maken wat ze gaan doen. Nou ja, als je hier bijvoorbeeld door de week komt van maandags tot en met vrijdags elke avond is het trainingsveld gewoon helemaal vol. En trainen wij bijvoorbeeld de dinsdags en de donderdags met het eerste en de tweede samen. En dan staan hier tussen de 40 en de 50 mensen te trainen op één veld. Wat was het antwoord van de gemeente Almelo? Ja, niet direct ja. Ja, dat vonden we eigenlijk wel jammer. Maar nee, dat hadden we ook wel verwacht. Daar zit een tijd aan. Dat duurt 2-3 jaar voor je dat helemaal voor elkaar hebt, denk ik. Het geld moet er natuurlijk zijn binnen Almelo. Nou, dat begrijpen wij ook. Maar we zijn als ASV een groeiende club. We hebben al jaren achter elkaar laten zien dat we groeien. We zijn de laatste 3 jaar 30% gegroeid. Ja, en er is gewoon veel aanwas. Nou ligt er nog een dossier op jouw bureau. En dat is de verkeersveiligheid hier rondom het sportpark. En met name de rotonde aan de kant van Vriezenveen. Ja, de bereikbaarheid van het sportcomplex is eigenlijk niet, dus niet goed. Beide kanten moet je een drukke verkeersweg over. En vooral voor de jeugd is dat natuurlijk wel dramatisch, wil ik niet zeggen. Gelukkig is er nog nooit iets echt ernstig gebeurd, maar dat hoop je natuurlijk te voorkomen. Ja, en we zouden heel graag zien dat daar een andere mogelijkheid was om hier naartoe te komen. Middels bijvoorbeeld, wat wij en het dorp ook graag zouden willen, dat er bijvoorbeeld een brug over zou komen waardoor iedereen veilig bij het sportcomplex kan komen. Dan is het toch weer een kwestie van geld. Ja, dat is heel vaak zo, jammer genoeg. We zijn een gezonde club, financieel sterk. We zijn een gezellige club. We zijn een groene club. En een groene club houd ik in. We zijn echt met duurzaamheid bezig. We hebben compleet nieuwe LED-verlichtingen om het veld aangebracht. We zijn bezig met zonnepanelen op ons sportcomplex te maken. Zodat we ook energiezuinig onze dingen kunnen doen. Dus naast een gezellige club willen we ook een groene club zijn. We willen duurzaamheid uitstralen. Ja, en hoop ook dat daar de gemeente met ons meedenkt.